Zie je popcorn? Dat is kei raar. Zie, nee. Zie Bert. Bert. Het is veel te warm. Nee, zie maar dat je popcorn doet. Zie, het is kei cool. Wil jij een dvd kiezen of zo? Hé? Ja. Ja? Kies er maar een. Kijk maar die school en kies er maar een. Hé, hey, ik wist niet dat jij een kleine hebt. Ah, die is niet van mij. Het is gewoon een gast. Je zit erop aan het passen dan? Nee, ja. Is dat een neefje of zo van u? Want ik vind die net toch wel nee, precies iets van u. Ja, die, nee, dat is geen familie. Geen familie. Het is gewoon de Mark. Vind er een Mark? Nee, Max. Max? Ah, Max. Het is Max. Kent hem nog niet zo lang dan precies? Of, Wow, Max, hoe kennen we elkaar? Van een basket, denk ik. Ja, van een basket, hè? Ja. Ja, van een basket, voilà. En hoeveel jaar is hij dan? De Mark? Ja. 3 jaar, denk ik. 4. Hoe oud zit jij, Mark? Dat is geen 6. 3 jaar. 6. 6? Ah, 6. En je moet gezegd dat je niet op hem moet passen, maar dat je hem gewoon zo wat kent. Dus je weet niet, waar zijn die zijn ouders bijvoorbeeld? Ja, maar is dat niet waar raar eigenlijk? In Hemiksem? Hemiksem. Max? Ken je die meneer, Max? Oh, een beetje. Voilà, we kennen elkaar. Wij kennen elkaar ook een beetje. Hè. Als wij samen naar café gaan, gaan ze toch ook niet altijd tegen mij zeggen: wie is die gast? Hoe ken je die? Hoe lang ken je die nou? Dat is gewoon een maat. Ja, maar dat is een kind. En niemand is op zoek naar u, Max? Dat weet ik niet. Ah, voilà. Nee, maar dat is niet normaal, hè? En waar woonde jij? Woonde je hier ver vandaan? Ja! Nee, ja, ik kom. Een beetje. Ik kom. Ja, ja, ja. Nee, ik was het vergeten. Kom, kom af. Ja, maar Max, waar zijn uw ouders dan? Hè? Die zijn thuis. Die zijn thuis. En waar woonde jij? Ja, maar je zit gewoon met die meneer meegewandeld. Of heeft hij u meegepakt? Ja. En hoe lang zit al bij die meneer? Juist. Zijn er vanmorgen nog naar school geweest? Ja. Heeft hij u van schoolpoort meegenomen? Nee, van de basket. Mark? Heb jij gekozen? Nee, Max. Max? Ja. Mark, Max. Zeg maar, heb jij gekozen? Ander... Ja, dat is een goeie. Dat is goed. Als je even betaalt, dan kunnen we door. Als je een dvd even betaalt aan een Bert. Hm? Heb je het geen geld bij, of wat? Ja. Niks. Dan kun je geen dvd kopen, hè, makker. Leg maar terug dan. Als je in de winkel iets wilt kopen, Mark, dan moet je zien dat je geld bij hebt. Hè. Snap je? Gaat die, ja, wat gaat je nu doen? Gaat je die terugbrengen naar school dan of zo? Want hij zegt... Ja. Zie je salut aan Bert? Ja.
Jo, Bert. Max. Max komt altijd terug naar hier, hè, als je problemen ziet. Kom maar, Mark, we gaan ons amuseren, joh.